Welkom bij de 167e editie van ons Politiek Café Zuid. En voordat we gaan beginnen willen we u namens ons gehele team een prachtig, mooi en gezond 2017 toewensen. En u heeft er al gaan zien zitten natuurlijk. Een hartelijk welkom met applaus voor mijn co-presentator vandaag. Verdere introductie lijkt me overbodig, Lilian Marijnissen. Dat gedaan hebbende, in het Zoutvat vandaag, gesprekken over, is Nederland een belastingparadijs? Over de zorg voor onze ouderen, natuurlijk muziek en columns. En wilt u dit programma nog eens rustig op uw gemak terugzien, dan kan dat via www.openwebcast.nl of via de link op onze eigen site www.politiekcafezout.nl. Maar we beginnen met een gesprek over geweld in de jeugdzorg. Hij is voorzitter van de commissie die het geweld in de jeugdzorg onderzoekt. De eerste onderzoeksresultaten waren niet mis. Alsof het ongedierte was. Pure mishandeling. Hij neemt geen blad voor de mond als het om geweld tegen de jeugdigen gaat. Dames en heren, maak een warm applaus voor professor en geboren Ossenaar Micha de Winter. Mogen we Micha zeggen, Micha? Heel graag. Fijn. Ik weet niet wat je anders zou willen zeggen. Ja, meneer de Winter. Oké. Zeg maar, Micha. En u en zomaar. Gezien het onderwerp vind ik je en Micha wel, wel toepasselijk. Dat heet tutoyeren, wist je dat? Ja. En mijn eerste mop ging over tutoyeren. Moet ik even vertellen. Want ik ben nou in Oost, dus mijn jeugd komt terug. Liepen een jongen en een meisje, die waren een beetje verliefd. En toen zegt de jongen, die zegt, zullen we elkaar nu maar eens gaan tutoyeren? Toen zegt zij, nee, dat doen we niet, want het gras is te nat. Sorry hoor, schoot me even te binnen. Dat schiet jou te binnen als je in Os bent. Dan. Ja, precies. Als je het over tutoyeren hebt, u en u, dan komt er meteen dit verhaal. Nou, ik wilde, mijn eerste vraag was, heb je nog een band met Os? Maar dat is dus duidelijk. Elk grasveld waar jij tegenkomt. Ja. Maar, heb je nog iets met Os, Micha? Ja, ik ben hier geboren en getogen. En toen ik ging studeren, toen ben ik weggegaan. Maar mijn ouders die hebben tot voor 2 jaar geleden hier gewoond. En ik heb nog een aantal mensen die voor hun gezorgd hebben, die regelmatig bezoek. En ik ga af en toe naar de begraafplaats. Dus ik ben hier nog met enige regelmaat. Goed te horen. Voordat we ingaan op het onderzoek. Vinden we het altijd goed om even duidelijk te krijgen waar we het dan over gaan hebben. Dus Micha, zou je ons kunnen uitleggen, jeugdzorg. Wat verstaan we onder jeugdzorg? Nou, dat is een ingewikkelde vraag, maar mijn onderzoek, of ons onderzoek, gaat over de zorg voor kinderen die uit huis geplaatst werden tussen 1945 en nu. En dat uit huis plaatsen, dat betekende heel veel verschillende dingen. Je kon in een pleeggezin geplaatst worden, je kon in een internaat geplaatst worden bij de nonnen of bij de paters of bij een andere zuil, zal ik maar zeggen. Maar dat onderzoek dat gaat over jeugdzorg die buiten je gezin plaatsvindt. Dus kinderen die echt, en het gaat echt over kinderen die door de kinderrechter of verplicht door de overheid, onder verantwoordelijkheid van de overheid, uit huis geplaatst werden. En in 1945, toen, hè, vanaf die periode zijn jullie gaan onderzoeken, hadden ze toen ook al dezelfde, welke leeftijdscategorie speelde er toen? En is dat nu te vergelijken met nu nog? De kinderen waren vanaf nul, dus vanaf de geboorte, tot ze meerderjarig werden, hè. Nu bijna geen kinderen meet. Maar ik heb heel veel mensen gesproken het afgelopen jaar die gewoon als baby, ongehuwde moeders, was toen een heel groot probleem. Vond de kerk vooral. Dus die kinderen werden al heel gauw. Als er niemand anders was om voor ze te zorgen, werden die kinderen al heel gauw weggenomen bij de moeder en op in een internaat geplaatst. Maar Micha, als ik het dan goed begrijp, ging het dan vaak dus ook om probleemouders, veel meer dan probleemkinderen? Of andersom ook? Het hangt heel erg af van de tijd waar je het over hebt. Ik hoorde pas een mevrouw vertellen dat was in 1945. De vader was weggelopen. Was er met een Franse mevrouw vandoor gegaan. En de moeder bleef achter met 4 kinderen. Dat was helemaal geen probleemgezin. Alleen het gezin, die moeder had geen geld meer. De inkomsten vielen weg. Dus toen kwam de voogdijstichting en die plaatste die kinderen gewoon uit huis. Dat was wat in die tijd gebruikelijk was. Als je niet voor je kinderen kon zorgen, ja, dan was je dus een probleemgezin.
Ja, en die kinderen waren op dat moment helemaal geen probleemkinderen. Maar dat volgde natuurlijk wel vrij snel. Ja, ja. En dan heb jij vooronderzoek gedaan, maar wat was dan precies de aanleiding dat besloten werd om die commissie van jou in te richten? Ja, tot voor een paar jaar geleden had niemand eraan gedacht dat er met die kinderen voor wie, kinderbescherming heet het toch, de kinderen die beschermd werden door de overheid, dat daarmee iets aan de hand zou kunnen zijn. Ja, dat het niet leuk was voor kinderen om in een internaat terecht te komen, dat was zo duidelijk als wat. Maar het begon eigenlijk een aantal jaar geleden met, het begon met allerlei schandalen met name in de Verenigde Staten over seksueel misbruik in de kerk. Dat bleek in Nederland, bleken er ook allerlei mensen te zijn die daarover hun mond opendeden ineens. En toen kwam de commissie Deetman en die ging onderzoek doen naar seksueel misbruik van kinderen in kerkelijke instellingen. Daar is een heel gedoe over geweest. Er zijn ook schadeloosstellingen geweest, dat heeft iedereen kunnen lezen. Maar onder die groep die toen zijn mond opendeed, waren heel veel mensen die zeiden, ja, maar wij waren niet zomaar bij de katholieke kerk. Bovendien ging het niet alleen maar over de katholieke kerk, het ging ook over de protestantse kerk. Wij waren in jeugdzorginstellingen of internaten geplaatst. En daar gebeurde dat ook. En toen heeft staatssecretaris Teven destijds die heeft besloten dat er daar ook een onderzoek naar gedaan moest worden. Dus dat ging over seksueel misbruik in internaten en in pleeggezinnen. Nou, dat werd de commissie Samson. En die heeft een paar jaar gewerkt en die trok echt een enorm blik met ellende open. Ja. Dus zelfs in die kinderbescherming bleek toen, en in pleeggezinnen waar kinderen veilig zouden moeten zijn, bleek dat daar heel veel seksueel misbruik plaatsvond. Nou, en toen kwamen al die verhalen los. Er was ook een meldpunt. Uit die verhalen van die mensen die dus seksueel misbruik hadden meegemaakt, kwam eigenlijk naar voren dat seksueel misbruik, dat zeiden eigenlijk bijna al die mensen, dat was maar het topje van de ijsberg. Heel veel van die mensen vertelden dat seksuele misbruik wat in die internaten plaatsvond, dat ging gepaard aan vernederen, slaan, opsluiten. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. En ze zeiden eigenlijk, seksueel misbruik komt bijna nooit alleen voor. Het is onderdeel van een heel patroon van geweld. Nou ja, en toen heeft de staatssecretaris gezegd, nou ja, dan moeten we naar dat, als dat geweld dan zoveel is voorgekomen, onder verantwoordelijkheid van ons als overheid, dan moeten we daar onderzoek naar doen. En dat is mijn commissie geworden. Dus ik werk nu met 8 mensen aan een groot onderzoek om te kijken wat we daarvan nog naar boven kunnen halen. Want hoe gaat dat vervolgonderzoek eruit zien? Nou, kijk, het ingewikkelde is, we hebben het over een periode van 70 jaar. Hè? De oudste mensen die dat hebben meegemaakt, die zijn, nou ja, die zijn gewoon in de 80, zal ik maar zeggen. Dus de eerste klus is om te kijken van wat is daar eigenlijk nog van bewaard gebleven? Zijn er nog archieven? Zijn er nog dossiers? Je kunt mensen interviewen, maar het is heel lang geleden, vaak. Dus waar we eerst mee bezig zijn geweest is, wat is er in Nederland eigenlijk nog te vinden op allerlei verschillende plekken aan dossiers, aan archieven? Wat kan je uit de kranten halen? Zijn er mensen die we nog kunnen spreken? Nou, en ik had daar eerlijk gezegd in het begin niet al te hoge verwachtingen van, omdat ik weet dat er heel veel is weggegooid en vernietigd. En er is gefuseerd en gereorganiseerd. Dus, maar goed, uiteindelijk bleek dat er toch nog behoorlijk wat aan materiaal naar boven is gekomen. En toen ik dat ging lezen en toen ik met mensen ging spreken, ja, eerlijk gezegd, in het begin kon ik me gewoon niet voorstellen wat ik hoorde. Ik kon me echt gewoon, het heeft bij mij een paar maanden geduurd voordat ik kon snappen in mijn hersens dat mensen die verantwoordelijkheid kregen toebedeeld voor kinderen, dat die dat soort dingen met kinderen konden doen. Maar dat is denk ik de vraag die, als jij dit zo allemaal vertelt, seksueel misbruik, fysiek geweld tegen kwetsbare kinderen. Ja. De vraag die mij dan enorm bezighoudt, en denk veel meer mensen in deze zaal, hoe kan dat dan gebeuren? Ja. Nou ja, dat is eigenlijk precies de grote vraag van het onderzoek. We gaan 3 vragen beantwoorden nu. Wat is er precies gebeurd? Dus kunnen we dat achterhalen? Nou, je kan niet meer tellen met terugwerkende kracht, maar je kan wel zoveel mogelijk proberen te achterhalen van wat er nog te vinden is. Een tweede vraag is, en dat stellen heel veel van die slachtoffers, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Ik was een kind, ik was 5 of ik was 2 of ik was 13 en ik werd bij een pleeggezin geplaatst of in een internaat bij de nonnen. En hoe kan het in godsnaam zo zijn dat ik daar dan vervolgens op allerlei manieren met enorm langdurig en structureel geweld, want dat is het, ben geconfronteerd? Dus die vraag, ja, dat is natuurlijk de hamvraag waar het om draait. En ik kan daar nu nog niet, en straks misschien ook wel niet, een eenduidig antwoord op geven. Dus het zijn een heleboel dingen. Als je naar die eerste periode kijkt, het heeft wel tot de jaren 60, 70 geduurd voordat er een echte goede selectie kwam in Nederland voor pleeggezinnen.
Daarvoor was het zo dat ja, die voogdijinstellingen die waren goddank blij als er een kind uit huis geplaatst moest worden. Dat ze iemand hadden die pleeggezin wilde zijn. En die mensen kregen geld. Dus er waren gewoon heel veel pleeggezinnen. Ik bedoel, de goede niet te nagesproken, maar er waren heel veel van die pleeggezinnen. Die deden, dat was gewoon een bron van inkomsten. Ja, die hadden 8 pleeggezinnen. Ja. En die kinderen, dat, ja, nogmaals, de goede niet te nagesproken, want er waren ook, die verhalen hebben we ook gehoord, er waren ook hele goede pleeggezinnen. Maar er was geen selectie. De drijfveren waren onduidelijk. Dus ging het om geld, ging het om andere dingen. Er waren kinderen die de eerste, de beste dag dat ze bij zo'n pleegvader waren, meteen misbruikt werden. Dus wat voor motieven, daar werd eigenlijk nauwelijks naar gekeken. Nou ja, en er is heel veel gebeurd aan geweld in de verschillende internaten. Dan denk ik bij mezelf, nou ja, dat waren nonnen, paters, mensen uit andere gezindten. Ja, dat waren toch mensen die vanuit hun geloof het beste voor hadden met kinderen. Maar als je goed naar de realiteit ging kijken, was dat lang niet altijd zo. Ja, bedoel, ik heb verhalen gehoord over internaten waar nonnen werkten. En uit de verhalen kan je alleen maar opmaken, niet van één iemand, maar van verschillende mensen, dat die mensen die kinderen tot op het bot haten. En hoe kwam dat? Die hadden daar zelf niet voor gekozen om voor zo'n groep van 30 kinderen te zorgen. Die werden gewoon gestuurd, hè, door de leiding van de congregatie. Ze waren niet opgeleid. Het waren allemaal kinderen die uiteindelijk lastig gedrag, die plasten in hun bed, want die waren niet zinnelijk geworden. Nou ja, moet je maar eens proberen om als ongeschoold iemand en ook nog helemaal geen zin hebben in dat vak, om dan voor zo'n groep kinderen te zorgen die op zichzelf soms heel lastig gedrag vertoont. Maar dus waar was dan het hele toezicht? Ik bedoel, er moet toch iets vanuit de overheid zijn geweest wat... Ja, dat zou je denken, hè? Dat er zou moeten zijn geweest. Nou, dat toezicht is... Nogmaals, we moeten dat nog allemaal heel goed uitzoeken, maar de eerste indrukken zijn dat met name in de eerste decennia na de oorlog dat toezicht eigenlijk in onze huidige manier van denken, dat was er eigenlijk nauwelijks. Wat ik heel vaak hoor, mensen vertellen zo'n verhaal, en dan zei ik ook altijd van ja, maar er kwam toch wel iemand kijken van de voogdijinstelling bijvoorbeeld. Ja, zei, want iedereen had een gezinsvoogd. Sprak je die dan wel eens? Ja, die kwam één keer per jaar, kwam er wel eens zo'n mevrouw langs. En kon je dan niet vertellen dat je voortdurend geslagen werd of dat je seksueel misbruikt werd? Nee, want we zagen die mevrouw, die kregen we nooit te zien zonder dat de oppernon of wie dan ook erbij was. Hè? Zonder dat de pleegvader of de pleegmoeder erbij was. Dus die kinderen kregen nooit de kans om tegen een onafhankelijke volwassene hun verhaal kwijt te raken. En dat is natuurlijk, ik heb wel geleerd hoe cynisch het ook klinkt, als volwassen mensen zich voorkomen machtig voelen over kinderen. Als ze weten dat er niemand is die ze in de gaten houdt, ja, dan zijn er mensen bij die dan bij wie alle remmen losgaat. En hoe is dat nu? De verhalen die jij vertelt zijn natuurlijk wel van een tijd geleden, althans, als ik dat zo hoor. Nou ja, er zijn maar we horen nu ook nog regelmatig over misstanden. Nou, ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld het toezicht, hè, dat is sinds de jaren, het is wel heel laat pas gebeurd, maar sinds de jaren 90 is dat echt geprofessionaliseerd. Hè, dus nu, als je dus nu soms een beetje naar de andere kant doorgeslagen lijkt het wel. Want als je in de jeugdzorg nu praat, dan zijn er protocollen voor alles. En nou ja, hè, op zich is dat goed. Dus die kinderen die worden wel. Het toezicht is veel beter, veel onafhankelijker. Vooral ook de opleidingen van de mensen die daar werken zijn in principe veel beter geworden. Dus er zijn een heleboel dingen wel ten goede veranderd. Maar dat neemt niet weg dat er ook nu nog heel wat geweld plaatsvindt. En vooral tussen jongeren onderling. En wat is er nodig? Want het is niet echt een heel opbeurend verhaal natuurlijk. Nee, sorry, daarom begon ik ook eerst met die grap. Ja, met die mop. Maar ja, weet je, het zijn de kwetsbaren van onze samenleving en dan ook nog kinderen. Ja. Dus je zou toch denken, ja, wij als beschaafde maatschappij moeten toch in staat zijn om goed voor die kwetsbare kinderen te zorgen. Wat is er dan met wat jij nu gezien hebt nodig? Het is ook je vak, maar... Ja. Nou ja, kijk, je moet altijd heel goed kijken naar wat is er in deze tijd nodig. Ik bedoel, nu, we gaan bijvoorbeeld ook kijken naar alleenstaande minderjarige asielzoekers. Want in die centra, daar zitten heel veel jongeren met heel veel trauma's en heel veel problemen. En daar lijkt sprake van behoorlijk wat geweld. Dus dat is een hele andere situatie dan in die internaten van 50, 60 jaar geleden. Dus je moet iedere keer kijken van, wat is de situatie nu? Personeel is tegenwoordig veel beter opgeleid, maar we hebben nu een nieuw probleem.
Er zijn enorm veel bezuinigingen en problemen. Dus bijvoorbeeld in de jeugdzorginstellingen heb je te maken aan de ene kant met... Je wordt niet meer zo makkelijk uit huis geplaatst. Dus alleen nog maar de alleringewikkeldste gevallen, kinderen, hele agressieve jongeren bijvoorbeeld, zitten in die internaten. Dus de populatie van die internaten is heel erg veranderd. Tegelijkertijd werken er heel veel mensen die zeg maar in wisseldienst of die tijdelijk zijn, invalkrachten, et cetera. Ja, dat opgeteld bij het moeilijker worden van die groep, dat leidt soms tot uit de hand lopende situaties. Dus de situatie nu is echt heel anders dan 50 jaar geleden. Maar dat neemt niet weg dat we ook nu heel kritisch moeten blijven kijken naar wat er allemaal gebeurt. Dan ben je bezig met het nieuwe onderzoek, het vervolgonderzoek. Ja. Is dat onderzoek waar zich inmiddels ook al 200 mensen voor hebben aangemeld? Of is dat weer... Dat is achterhaald. Inmiddels, we hebben een meldpunt. En dat kan je op de website Commissie Geweld Jeugdzorg vinden. En er hebben inmiddels al meer dan 500 mensen zich gemeld bij dat meldpunt. En dat is een enorm scala aan verhalen over pleeggezinnen, over internaten, over kinderrechten. Dus alles zit erin. Ja. Heb je daar al voorbeelden van die schrijnende voorbeelden? Ja, het is niet zo van dat ik het uit wil melken. Maar kijk, ik zie aan jou, Micha, dat je inderdaad oprecht geschokt bent door een aantal verhalen die jij gehoord hebt. Ja. Nou ja, een van de verhalen, het klinkt als een non-probleem. Ik had het net al even over dat bedplassen bijvoorbeeld. Maar dat blijkt dus een van de grote thema's te zijn. Je moet je voorstellen dat bedplassen werd tot in de jaren 60, 70 werd dat gezien als iets wat kinderen expres deden. Als ze een kont tegen de krib gooien, een ondeugd. En wat moest je daaraan doen? Nou, dan moest je streng aanpakken. Hè? Discipline, dat was het probleem. Dus wat er gebeurde, en die verhalen in het begin dacht ik van ja, dit moet een uitzondering zijn. Dit moet een incident geweest zijn. Maar inmiddels heb ik er al 100 van die verhalen gehoord. Kinderen die in hun bed plasten in de internaten, dat werd door die nonnen bijvoorbeeld dus heel... Ja, vervelend gevonden, want dan moesten ze dat bed gaan verschonen. Die kinderen die werden in hun blootje tentoongesteld voor de hele groep. Kregen soms een natte lakens om zich heen gevouwen of een onderbroek, natte onderbroek in de mond gepropt. Dat verhaal heb ik wel 20 of 30 keer gehoord, dus dat is echt geen van verschillende mensen. Nou ja, dus dat is een voorbeeld van dat mensen dus kennelijk hebben gedacht van ja, nou ja... Wat dat met die kinderen doet, dat zal mijn zorg zijn. Ik moet van dat probleem af. En je kan je voorstellen wat dat als je een meisje of een jongetje van 5 bent. En je plast in je broek omdat je in dat internaat en niemand let goed op jou. Nou, moet je je voorstellen wat dat voor de rest van je leven met je doet. Je wordt vernederd, want het vernederen ten opzichte van de hele groep werd gezien als een geëigende straf. Ja, en wij kijken dus onder andere naar wat heeft dat nou betekend voor die mensen in hun latere leven. Nou, dat is niet zuinig en dat geldt niet alleen maar voor dat bedplassen, dat geldt voor al dat geweld. Heel veel van de mensen die we tot nu toe gesproken hebben zijn uiteindelijk in de psychiatrie terechtgekomen, hebben relatieproblemen gekend, hebben problemen gehad in het verloop van hun carrière, et cetera. Dus het effect... He, van al dit soort, van deze bejegening, ja, dat speelt echt heel lang door. Ik kom mensen tegen iedere keer die na 70, 80 jaar nog voortdurend in tranen uitbarsten als ze erover beginnen te praten. Maar ze zijn wel heel blij, dat is de positieve kant. Ze zijn wel heel erg blij dat ze eindelijk die verhalen kwijt kunnen. Want het is heel lang zo geweest dat als mensen daarover wilden praten, dat hun omgeving tegen zei, schijn nou toch eens uit met dat gezeur over 70 jaar geleden. En je overdrijf je het nou niet een beetje. Get a life, heet dat dan tegenwoordig. Maar sinds dat meldpunt er is, zeggen eigenlijk bijna al die mensen van, nou ja, ik bedoel, het verandert het verleden niet. Maar we zijn wel heel erg blij dat verhaal nu verteld kan worden. Misschien is het ook goed om met die positieve noot dan dit gesprek af te ronden. Micha, wij hopen dat jij dit in ieder geval nauwlettend blijft volgen en wellicht nog een keer in een later stadium terug wil komen om ons bij te praten hoe het ervoor staat. Voor nu in ieder geval heel veel dank voor jouw komst en we blijven het volgen. Dames en heren, Micha de Winter. Wat gebeurt er als je twee muzikale ijzervreters bij elkaar zit? Dan krijg je een duo waar de passie met vonken vanaf spat. Beiden hebben een lange geschiedenis waar het de muziek en optreden betreft. En met u zijn we ook wij benieuwd wat ze ons met al hun talenten deze middag gaan voorschotelen. Dames en heren, Bert-Jan Kuipers, Henk Sterke.
With a whole lot of love and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Just swallow your pride, trying to make your family proud. If I didn't think that it would shut the whole place down, I'd ride my pony right out of this one horse town. I'm an old married man of the age of 23. Got two little boys on the baseball team, and that might be their only ticket out. All they got is just a worn out name and a daddy that could have gone all the way. But I hang my saddle up and I'll settle down. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Just swallow your pride, trying to make your family proud. If I didn't think that it would shut the whole place down, I'd saddle this pony right out of this town. This one horse town. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Just swallow your pride, trying to make your family proud. If I didn't think that it shut the whole place down, I'd settle that one horse right out of this town. Dank jullie wel, Bert-Jan. Met elke nieuwe dag wordt zijn, maar ook de Osse geschiedenis, weer een stukje rijker. Wat 2017 daarin zal gaan brengen is onduidelijk. Maar wat we wel weten is dat hij er natuurlijk weer bij is. Een warm welkom voor onze vaste columnist, stadsgids Jan Ulijn. Goedemiddag beste mensen. Ik wil het vanmiddag eens hebben over de zorg. En dan niet over die stoel van onze vader. Het is alweer een jaar voorbij. Een jaar waar we niet al te grutsen hoeven te zijn. We riepen in zijn allen wel de hele dag dat het beter met ons ging, maar is dat zo? Vanmiddag wil ik het daar eens over hebben. Hebben jullie met de kerstdag en oud nee ook wel eens een bakker gehad? Zo'n momentje dat je even wegdommelt. Even wegdroomt. Om dan in één keer weer wakker te schieten.
Dit jaar vielen de dagen in een weekend. En dat twee kerst. Het was dus geen schand dat je wegdoezelde. Bij een van die hazeslepjes dromde ik een verhaal over zorg. Ik heb geprobeerd het op papier te zetten en het vanmiddag aan Ullie te vertellen. Ruim 177 jaar geleden, met Sinterklaas, 1839, rammelde er een paar nunnetjes, Lamberta Sanders en Juliana Dams, met Pert en een huifkar van Tilburg richting Os. Zusters van Liefde. In 1832 gesticht door monsieur Johannes Wijse, destijds pastoor in Tilburg. Dus waanzinnig schrikbarend. Ze vestigden haar eigen in de Peperstraat. Een puntje dat later bekend zou worden als het gebouwke waar net na de oorlog de conferentie warm eten en kleer aan arm kindjes uitdeelde. Van lotteren datum is dit pandje bekend als het stadsarchief. En nog lotter, de stadswerkplek. Of dat wij door niks gedaan hebben. Die nunnekes, want daar hebben we het over, die han onder andere als professie oude mannen laven, schoonhouden en geestelijk bijstaan. De eerste vorm van zorg. De meeste moeite aan de nunnekes mee schoonhouden. In die tijd waren de mensen nog niet zo zuiver, andere stijver. Als de Peperstraat te klein wier, verhuisden ze in 1841 naar de Arendsvlucht. En startte door het Leonardusgesticht. Van die tijd daarvan, plots zat verzorg. Dus geen zorg, een zorg. Het bedrijf zorg breidde ze nagen uit. Naast oude mannetjes zorgden de nunnetjes ook voort voor oude vrouwtjes. In de gloriejaren 55 oude mannetjes en vrouwtjes en 55 hulpbehoevenden. De eerste groep die wie verzorgt en de tweede verpleegt. Die zorg die leverde weinig op of niks. En zo begonnen ze neffen het onderwijs aan meskes met wat grutsergraai. Ze richtten een pensionaat op voor jonge juffrouwen. De rijke families die sturen hun dochters hier gaar naartoe. En een van deze rijke joffers die heette Anna Vos de Waal. Goed onthouden. Die oude mannetjes en vrouwtjes baren de nunnetjes zorgen. Ze worden ziek en kummelijk en gaan dan meer nodig dan laven, schoonhouden en geestelijk bestaan. Als ze ziek worden, waren er niks. Zo ontstond rond 1900 het plan om een ziekenhuis te bouwen in Os. Achter in de hof van het Leonardusgesticht waar plot zat. En het lag ook nog aan de harde weg. In de volksmond hieten die straat de Begijnenstraat. Want de nunnekes worden voor de handigheid allemaal begijnen genoemd. Begijntjes die waren OR-vrouwtjes. Ongebruikt retour. Afijn, het plan dat kreeg handjes en voetjes en Anna Vos de Waal waren inmiddels ingetreden in het oudvrouwkeshuis en ze waren vermogende cliënten en door twee giften van heur, samen 28.000 gulden, kost in 1912 de eerste steen geleid worden en waren in 1913 het ziekenhuis klaar. In eerste instantie kreeg het ziekenhuis de naam van Anna. Anna Vos de Waal. Het Anna-ziekenhuis. Maar door waar de deken, monsieur van den Boer, niet zo blij mee. En zoals het duk gebeurde, hij kreeg het voor elkaar dat het ziekenhuis de naam kreeg van de heilige Anna. Het wier het Sint-Anna-ziekenhuis. Anna Vos de Waal ging de geschiedenis in als rijk, maar niet heilig. Het lichtgeld in die tijd, dat liep van 3,50 gulden, eerste klas, tot 75 centen per dag, vierde klas. Bij de eerste klassers mocht er geen KPO gesproken worden. Kai plat os. Vierde klassers, de min vermogende, die mochten niet in de veranda liggen.
Gemiddeld dus zo'n 1 euro per dag lichtgeld. Dit bedrag is inmiddels gegroeid tot ongeveer $500 per dag. Ik moet het een beetje duurder maken als het is. Zo doe je dus de deur in de Begijnenstraat. In 1987 neemt het Leste-Nunneke afscheid van het ziekenhuis. En in 1999 verdween het Leste-Nunneke uit Os. Die gezorgd had dat Os een zorgeilandje kreeg in de vorm van het Leonardusgesticht. Op 9 september 1961 verhuisde het ziekenhuis naar de Johannes Zwijslaan in de Ruijwerd. Dezelfde die toentertijd de Nunnekes naar Os stuurde, hem op 1 april 2013 op te gaan in het Nij-Bernhoven ziekenhuis in Uwe. En een hele zorg minder, letterlijk en figuurlijk. Dank je wel. Ja, laatst kwam wederom in het nieuws dat Nederland zich samen met de Cayman-eilanden en Bermuda mag rekenen tot de zogenoemde belastingparadijzen. Of dit wenselijk is, of er iets aan te doen is en over de consequenties, gaan we in gesprek met senator en dus lid van de Eerste Kamer voor de VVD, de heer Mart van de Ven. En met Arnold Merkies, lid van de Tweede Kamer voor de SP. Mart en Arnold, hartelijk welkom. Heren, welkom. Eerste en Tweede Kamer is aan tafel. Voor beide de vraag, is Nederland een paradijs? Mijn antwoord is nee. Arnold. Mijn antwoord is nee. Mijn antwoord is ja. Oké, dan de volgende vraag. Is Nederland een belastingparadijs? Oh, dat is een hele goede vraag, ja. Nederland is zeker geen belastingparadijs. Nederland is een belastingparadijs. Waarom wel? Nou, niet voor u en ik. Voor, als het gaat om inkomstenbelasting, we betalen veel inkomstenbelasting. Mag gewoon je zeggen tegen mij. Niet, ik zal niet de grap herhalen van Twitter hier. Niet voor kleine bedrijven ook, maar wel voor grote bedrijven die vaak Nederland als tussenschakel gebruiken. En dan gaat het echt om vele miljarden die via Nederland weggesluist worden, waardoor men geen belasting betaalt. Meneer Van der Ven, waarom niet? Nou, daar wil ik graag op reageren, omdat ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen twee soorten activiteiten. En de eerste activiteit waaraan de heer Merkies refereert, dat is beeldend geprobeerd. U moet zich een frietentent voorstellen en daar worden frikadellen speciaal verkocht, daar worden patatjes oorlog verkocht. En dan komt iemand binnen via een soepel draaiende deur en die legt een pakket met geld op de toonbank, dat neemt die man in. En dan een half uur later komt iemand anders en die vraagt om dat pakket geld. Die krijgt dat pakket geld en vertrekt weer. De moraal van het verhaal is, wat Nederland daar doet, dat is enkel, als je dat vertransponeert van die frietentent, geld verdienen met de verkoop van frikandellen speciaal en patatten. En dat moet je belasten. Dat is de daadwerkelijke activiteit die in Nederland gebeurt. Het doorstromen van geld, dat is een hele kleine dienst, waar je dus ook als Nederland heel weinig aan moet verdienen, waar je dus ook bij gevolg heel weinig belasting over kunt hebben. Andere belastingparadijs, waar het steeds over gesproken wordt, dat is dan Bermuda en de Cayman Islands, dat is waar het geld in een soort van kopstation eindbestemming bereikt en dat ligt daar maar als dood kapitaal quasi te rotten. En dat geld wordt niet geïnvesteerd in de economie die we werkelijk willen stimuleren met dat geld. En dat geld, daar is werkelijk sprake van belastingparadijzen. En dan heb je ook de drie criteria die genoemd zijn in het rapport van Oxfam Novem van 12 december jongstleden. Die belastingparadijzen die kennen geen automatische inwisseling op dit moment met derde landen voor fiscale doeleinden. Die hebben regels en maatregelen genomen om die vennootschappen, de assets en de inkomsten van die vennootschappen af te schermen tegenover de wereld met een legertje van belastingadviseurs, accountants, bankiers, trustmaatschappijen. En op de derde plaats, die kennen geen belastingheffing. Nou, meneer Van der Ven, als ik even.
bij de frikandellen speciaal, toen dacht ik, nou, dat klinkt goed. Maar mijn vraag is, dat geld wat in uw voorbeeld dan via onze toonbank in Nederland ergens anders naartoe gaat, dat wordt dan toch ook niet hier geïnvesteerd? Maar dat hoeft ook helemaal niet, omdat we daarvoor andere middelen hebben. We spreken nu over het fenomeen belastingparadijs. Nederland zou een belastingparadijs zijn. En de heer Merkies merkt op dat die activiteiten van Nederland als belastingparadijs betreffen het doorstromen van geld. Dus we spreken over het doorstromen van geld en we hebben het niet over een reguliere investering in rokende schoorstenen in Nederland. Want daar betaal je gewoon belasting in Nederland met de winst die je realiseert. Maar die frietentent moet ook belasting betalen. Ja. Everything is based on trust. Has nothing to do with the non-existent formal power of the state of the Netherlands. Okay. Volgens mij. Thank you very much, sir. Thank you very much. We live in the Netherlands. Hier praten we Nederlands. Meneer Merkies wil volgens mij staat ook een popel om te reageren. Ja, zeker. Want kijk, het gaat echt om heel veel geld wat door Nederland gaat. Hè? Want meneer Van der Ven doet het een beetje af alsof het een soort zijdelings iets is. We spreken over zo'n 4000 miljard, hè? 4 biljoen, wat door Nederland jaarlijks heen stroomt. Die kunt je er bijna geen voorstelling van maken. Die gaat door 14.000 brievenbusmaatschappijen die eigenlijk niet zoveel doen. Die zitten hier eigenlijk om te zorgen dat internationale bedrijven hun belasting kunnen ontwijken. Er is echt geen enkel ander land die dit heeft op deze grote schaal. En je ziet ook dat Nederland eigenlijk op alle lijstjes, op alle verkeerde lijstjes staat. We hebben net al dat lijstje gehad waar we naar Bermuda en de Cayman-eilanden staan. Ja, lijstje van Oxfam Novib. Obama heeft noemde eens maar 3 landen waar één van de landen Nederland was. De Europese Commissie die doet er ook onderzoek naar. Die heeft ook gezegd van nou, we kijken naar de mogelijkheden die landen bieden om belasting te ontwijken. En welk land had de meeste mogelijkheden om belasting te ontwijken? Dat was Nederland. Dus eigenlijk staan wij op alle verkeerde lijstjes. En daarmee geven wij ook een verkeerd voorbeeld in de wereld. En vanuit die rol is het natuurlijk ook heel moeilijk om te zeggen, laten wij samen belastingontwijking aanpakken. Misschien is het dan goed, en ik klopt het als ik dit zeg, meneer Van der Ven, dat u het onderscheid maakt tussen belastingontduiking en hoe heet het andere? Belastingontwijking. Ja, dat is een heel goed onderscheid. En dat is ook terecht dat u dat onderscheid maakt. Maar laten we dan gaan hebben over wat er in Nederland wel gebeurt. En dat is dan? Dat is belastingontwijking. Okay. En dat is geen belastingontduiking. En daarin zijn wij wel een paradijs? Nee, daar hoeven wij geen paradijs in te zijn. Omdat je een ander uitgangspunt moet kiezen dan alleen maar zeggen er stroomt geld door Nederland heen. Je moet daar belasting heffen, waar ook daadwerkelijk winsten worden gemaakt, waar activiteiten zijn. Maar klopt het en als er dus geen heel activiteit veel is, multinationals moet je niet in Nederland zijn die afspraken hebben gemaakt met de Nederlandse Belastingdienst, waardoor ze maar heel weinig belasting hoeven te betalen. Klopt dat? Dat is een verkeerde voorstelling van zaken door mijn spijt. Wat er gebeurt is dat je bijvoorbeeld als je een bank bent, daar stroomt ook geld doorheen. En banken berekenen daarvoor ook tarieven aan hun klanten. Nou, daarnaast heb je dus die financieringsmaatschappijen, financieringsdoorstroommaatschappijen. En ook daar moest een marge worden gerapporteerd naar het oordeel van de Belastingdienst. Dat gaat terug tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar de marge die daar werd afgesproken voor die groepsfinancieringsmaatschappijen, die was soms 2 tot 3 keer zo hoog als de marge die banken berekenen. Dat is 1. Het tweede punt is dat toentertijd nog helemaal niet zo goed was gestructureerd hoe je nou je eigen activiteiten moest financieren. Bijvoorbeeld Duitsland heeft Nederland als een achtertuin gebruikt om het eigen bedrijfsleven te kunnen financieren. Wat was daar de reden van? In Duitsland had je een couponsteuer. Als je rente betaalde, moest je een couponnetje afknippen en dan moest je belasting betalen. En je had een gewerbesteuer, dat is een gemeentelijke ondernemingsheffing. Meneer Van der Ven, ik ga u even onderbreken, als u het niet heel erg vindt. Het is al best wel een technisch verhaal. Laten we proberen het zo simpel mogelijk te houden. We hebben net een meneer verwijderd die Engels begon te praten. Nou begint u in het Duits. Maar u zit vlak bij Duitsland. Nederland kent dus geen brievenbusconstructies, volgens u. Ja of nee? Nederland, nee. Gewoon heel simpel, hele simpele vraag. Nee, ja of nee? Meneer Merkies. Ja, brievenbusconstructies. En vaak gaat het ook om constructies
waardoor men helemaal geen belasting betaalt. Soms is het heel weinig. We kennen bijvoorbeeld het voorbeeld van Google, is een bekend voorbeeld. Die gebruikt Nederland als tussenpost. Gaat om 11 miljard euro winst. En wat betalen ze daaraan? 2,7 miljoen. Dat is echt absurd weinig ten opzichte van die. Dat is wat er gebeurt. 11 miljard. En dat is wat je voortdurend ziet. We hebben ook het voorbeeld van. Dat heette dan, om even een ingewikkeld term te gebruiken, de CVBV-structuren. Een communautaire vennootschap, die wordt in Nederland opgezet. En op die manier kun je ervoor zorgen dat in geen enkel land belasting wordt betaald. Want in Amerika denkt men, oh, ze hebben in Nederland al belasting betaald. En hier zeggen we, nee, ze gaan nog in Amerika belasting betalen. We sluiten onze ogen eigenlijk daarvoor. En daardoor is het dus mogelijk dat bedrijven in geen van beide belasting betalen. Nou, dat is wat u wilt graag weten hoe ik op hier reageer. Ik vind dat dus een onjuiste voorstelling van zaken. Waar in Nederland geen activiteiten zijn, is er ook geen grond om te belasten. Waar in Nederland wel activiteiten zijn, moet je wel belasten. Dat is het verhaal 1. Verhaal 2 met betrekking tot Amerika, dat is dat Amerikanen een beleid hebben dat buitenlandse winsten, in het buitenland gemaakte winsten, hoeven niet belast te worden in de Verenigde Staten, tenzij je ze terugbrengt naar de Verenigde Staten. En de Amerikanen nemen dus op basis van hun beleid het standpunt in dat het met dat geld dat in het buitenland is verdiend, je verdere investeringen in dat buitenland kunt doen om de macht van die Amerikaanse vennootschap verder uit te bouwen. Dat is een hele bewuste keuze, ander systeem. En je kunt dat niet op één hoop gooien en roepen, er gaat iemand door een vennootschap heen lopen met een pak met geld. En dat betekent dus dat je al dat geld moet belasten, want er is geen grondslag om te heffen. Mag ik daar bewegen? Ja, meneer Van der Ven, want u weet gewoon dat je eigenlijk op geen enkele plek dan belasting betaalt. Want we weten dat de Amerikanen dat zien als wat dan heet een transparante, een transparant lichaam heet dat. En dan zien ze, dan lijkt het alsof het alleen maar door Nederland heen stroomt. Dat betekent dus dat ze in Amerika zeggen, er wordt in Nederland er wordt al in Nederland belasting betaald. Sorry, wij zien het als transparant. Dus wij zeggen het wordt in de Verenigde Staten belast. Zij zeggen het wordt in Nederland belast. En wij weten dat dit is al vele jaren het geval. Dit gaat om miljarden die op deze manier kunnen worden weggesluist. Nu heeft de Europese Commissie gelukkig na hele lange tijd besloten om te zeggen, wij gaan dit aanpakken. Inderdaad, Amerika die is als eerste aanzet. Als die het niet belast, dan moet het andere land, dan moet Nederland het belasten. Een ogenblikje, er moet dus iets aangepakt worden. Daar is zelfs ons kabinet het over eens, dus blijkbaar. Maar er is ook geen probleem, meneer Van der Ven. Dus nou, wat moet er aangepakt worden? Daar is ons kabinet het nog helemaal niet over eens. Want net is in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer is daar een voorbehoud bij gemaakt. Juist bij wat de heer Merkies opmerkt. Volgens mij heeft minister Dijsselbloem een motie aangenomen. Merkies motie. Kunt u daar misschien eens meer over vertellen? Nou, inderdaad, ik heb daar. Want wat is er nou gebeurd? Dat Nederland is de enige die hier dwars ligt in Europa. En nou, men heeft gezien. Dus geen regeringsinstemming. Van alle andere landen. Die zijn er wel mee eens. Dus wat proberen we dan, zeg maar, als een soort tweede optie? We proberen het eindeloos uit te stellen. Dus wat heeft Nederland gezegd? Wij gaan het uitstellen tot 2024. Dat is in ieder geval wat we voorstellen. 2024, moet je je voorstellen. En dus al die tijd. Dat is dus nu nog 7 jaar lang, kan men profiteren van deze grote belastingontwijkroute als Nederland haar zin zou krijgen. Toen heb ik inderdaad gezegd van, hier moeten we een stokje voor steken. Nederland mag daar geen pleidooi voor gaan doen. En daar heb ik een meerderheid voor gekregen in de Tweede Kamer. Wat er vervolgens is gebeurd, is dat Nederland, en dan heb ik het over Dijsselbloem en Wiebes, wel degelijk, staatssecretaris, wel degelijk om uitstel hebben gevraagd. Tegen de zin in van de Tweede Kamer. Maar Merkies, hoe kan dat dan? Want dat is wel. We hebben het vaak nou over de boze burger, de cynische burger. Ja, ik denk het wel raar, toch? Dus de Tweede Kamer, de meerderheid van ons parlement, vindt kennelijk iets, stuurt onze minister op pad met iets, maar het gebeurt niet. Hoe kan dat dan? Nou, dit is inderdaad heel vreemd. Het is op voorstel van de VVD gebeurd aanvankelijk. Overigens weer ingestoken door een grote Amerikaanse lobbyorganisatie, MCHEM geheten. En die vroegen precies om 5 jaar. En die 5 jaar is overgenomen door het VVD en die heeft hem weer en dat is weer overgenomen door het kabinet.
Het is natuurlijk heel gek dat ze dat nu gewoon gaan doen. Dus wat heb ik gezegd is, ik probeerde de PvdA mee te krijgen in mijn motie. Nou, PvdA die voelde zich toch een beetje verplicht richting VVD van ik moet toch wat. Dus die wilde in eerste instantie niet mee. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, we gaan zeggen van ze mogen niet pleiten voor langdurig uitstel. Het woordje langdurig was belangrijk, want dat is de loophole die nu Dijsselbloem probeert te vinden. Die zegt, nee, ik heb niet gepleit voor langdurig uitstel, slechts uitstel. Dus ik heb hem gevraagd, nou noem dan maar het jaartal. Tot welk jaartal heb je gevraagd? Want in alle stukken staat Nederland wil als enige land uitstel tot 2024. Toen zei hij, nou ik heb alleen maar gevraagd om uitstel en verder niks. Nou, uiteraard gaan we hier nog verder over debatteren. Binnenkort is hier nog een debat. Ja, dat gaat in de Tweede Kamer. In de eerste instantie gebeurt, maar ook in de Eerste Kamer hebben wij dus een behandelvoorbehoud gemaakt en aangemeld bij de Europese Unie. Maar het gaat in dit geval over de werkgelegenheid. Over de werkgelegenheid in Nederland. En daar is op dit moment 76.000 mensen zijn daar mee gemoeid met die structuren die de heer Merkies aanduidt, de zogenoemde hybrids. Maar verder is het zo dat die Amerikaanse ondernemingen in Nederland werkgelegenheid bieden aan 900.000 mensen. Wat men nu vraagt is dat er een zekere overgangsperiode komt. Ja, want we zitten met twee specialisten aan tafel, dat mag duidelijk zijn. Maar ik vraag me dan af, als zij alleen maar, want net in uw vorige verhaal zei u, ja, er vindt hier eigenlijk geen activiteit plaats door dat bedrijf, daarom mogen we ook niet belasten. En vervolgens zegt u, ja, er zijn honderdduizenden banen mee gemoeid. Ja, hoe kan dat dan, als er geen activiteit plaatsvindt? Nee, dat is een onderscheid dat je moet maken tussen enerzijds de daadwerkelijk rokende schoorstenen waarin de Amerikanen hebben geïnvesteerd in Nederland. Dan gaat het over 900.000 banen. Dat is categorie 1. Categorie 2 is die constructies waar de heer Merkies het over had. Hij noemde dat de BVCV. Daar zijn 76.000 arbeidsplaatsen mee gemoeid, conform informatie van de Nederlandse regering. Maar het punt dat u en ook ik graag wil maken, dat is je moet het belasten, dat geld. Dus je moet niet alleen die doorschuiffunctie van Nederland onder de loep leggen, vergroten en zeggen, dit is het probleem. Nee, het probleem is dat dat geld niet belast wordt als het in een belastingparadijs terechtkomt. Dat is het criterium. En dan komt mijn eerste bezwaar bij het Oxfam-Novib-rapport. En mijn eerste bezwaar bij dat rapport is dat men criteria hanteert die toch wel heel dubieus zijn als je kijkt wat Oxfam-Novib zelf is. Wat zijn die criteria? Er is geen automatische inlichtingenuitwisseling met derde landen. 2, er zijn afschermingsmaatregelen. En 3, er wordt geen belasting geheven. Nou, Oxfam-Novib zelf heeft de vorm van een stichting, niet van een vereniging. Dus er is niet jaarlijks een ledenvergadering. Is dus afgeschermd tegenover de buitenwereld. En verder is het zo dat Oxfam-Novib in Nederland geen belasting betaalt. Bijna, dus Oxfam-Novib meneer Van der Ven, zelf is bijna een belastingparadijs. Een klassieke verdedigingstechniek om vervolgens de makers van de rapporten aan te gaan vallen. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het nou even niet over de organisatie Oxfam-Novib, maar hebben het over... We hebben het over de plaats van Nederland op een lijst. Firma hebben. Ja. En daarover. En dat kost ons blijkbaar heel veel geld. Nee, wat ik zo net zei, dat hebt u er niet op gepikt. En dat is dat geld moet belast worden. Niet het doorstromen van het geld. Daar moet je alleen een beloning voor dat doorstromen vragen. Net als je dat bij een bank doet. Maar dat geld landt ergens op enig moment. En dan moet je het gaan treffen. Nou. Maar mag ik even over dat laatste? Want dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. Van het al of niet heffen. Hè? Dus of er überhaupt belasting wordt geheven. Dan kun je toch niet... Ten eerste vind ik dan gek om een stichting is een ideale instelling, hè? Om die te gaan aanvallen op dat, want daar worden inderdaad geen winstbelasting gegeven. Dat is ook precies zoals het bedoeld is. Maar hier gaat het om landen waar geen nauwelijks belasting wordt betaald of zelfs geen belasting wordt gegeven. Nou, ik noem dat een belastingparadijs. Maar dat nou hebben zegt, we dus niet nou over zegt Nederland. Zegt de heer Van Ven, en dat zegt helaas... VVD-staatssecretaris ook. Nee, dat is geen belastingparadijs. Dus landen als Bermuda, hè, waar geen belasting wordt gegeven, dat is dan geen belastingparadijs? Ik zal even de tarieven noemen, wat in Nederland geldt. Nee, maar geef u als antwoord, is dat een belastingparadijs of geen belastingparadijs? Ik kom graag erop terug. België 33%, Denemarken 22%,
Ierland 12,5, Engeland 20. Wat zegt ook van Movib in dit rapport van 12 december? Het gemiddelde tarief 2016 is 23,6%. En wat is het tarief in Nederland? 25%. Dus dat ligt boven dat gemiddelde tarief dat Oxfam Novib zelf aanreikt. En nou komen we dus... ook al niet. Dus komen we... Dat kunt u in dit rapport nalezen. Nou, maar laat ik dan even op... Maar u komt op uw vraag nu terug. U zegt dus vervolgens, maar hoe zit het dan met Bermuda? Dat is eigenlijk helemaal terecht, helemaal juist wat u zegt. Op 18 april van het afgelopen jaar was ik voor het eerst bij de Raad van Europa en toen was er een actualiteitsdebat over de Panama Papers. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn dat ik hier voor het eerst ben en er wordt gesproken over de Panama Papers en ik ben oud-belastinginspecteur en oud-belastingadviseur. En ik ken die wereld. Dus ik heb die middag de Raad van Europa, het parlement van de Raad van Europa, toegesproken over de Panama Papers. En vervolgens heb ik ook in de rest van de tweede helft van het jaar een opinie uitgebracht. En in die opinie heb ik gezegd, we moeten niet stoppen met die automatische uitwisseling van inlichtingen. Nee, wat we moeten doen is, wij moeten die tax haven vennootschappen, die vennootschappen die in Bermuda zijn gevestigd, die moeten we rechtstreeks gaan belasten. We moeten niet alleen informatie uitwisselen, we moeten de inkomsten en de vermogensbestanddelen van die vennootschappen rechtstreeks in de heffing betrekken. Maar en dat heeft geleid tot een resolutie, die is aangenomen door de Raad van Europa. En die moet dus uw vennootschappen in de Bermuda-vennootschappen, moeten dus inderdaad belast worden. U heeft een heel lang verhaal op de simpele vraag of een land dat geen belasting heeft, of dat een belastingparadijs is. En u kunt daar toch wel ja of nee op zeggen? Een land dat geen belasting heeft, vind ik een belastingparadijs. En dat mag. En de winsten die daar worden opgepot en die niet economisch worden gebruikt, dood kapitaal, kan gewoon rustig belast worden, naar mijn mening. Nou ja, dat is namelijk, dat zou winst zijn, want VVD, want wij hebben dit precies voorgesteld. Ik heb dat samen met een PvdA-collega voorgesteld. Dat heeft overigens ook een meerderheid gehaald in de Kamer. Maar VVD die heeft hier op tegengestemd. Om te zeggen dat om een belastingparadijs te zijn, of om geen belastingparadijs te zijn, moet je minimaal een bepaalde hoeveelheid belasting heffen. He, moet er een minimumtarief zijn. En in feite, Kies, dat VVD... is een andere discussie. Ja, maar, als je dat is belangrijk. Zegt, een minimumtarief, het gaat erom, wanneer is iets een belastingparadijs of niet? En wat dus u zegt en wat de staatssecretaris ook zegt, als er geen belasting wordt geheven, dan hoeft het niet per se een belastingparadijs te zijn. Nou, dan haak ik af. Ja, dan haakt u maar af. Maar ik neem het standpunt in. Heel simpel. Als je geld oppot in een belastingparadijs en als je dus dat geld afschermt van de buitenwereld en van de belastingautoriteiten in andere landen, dan is het nog erger. Maar als je geen belasting heeft, dan is het op zich al erg. Nou, dan hebben we het over Oxfam Novib. Die betaalt geen belasting. Dan ben ik terug bij dat punt. Dat vind u kennelijk begrijpelijk. Maar vindt u dat echt vergelijkbaar? Meneer Van der Veen, straks had het over 67.000 werknemers die op een bepaalde manier werkten bij bedrijven. En je hebt zeg maar het reguliere werk waar mensen werkzaam zijn. Wat bedoelt u dan met die 67.000 mensen? Moeten we ons zorgen maken dat die hun baan gaan verliezen? Dat zou kunnen, maar... Waarom? Waarom zou dat gebeuren? Nou, ik vind dat je iedere baan die je moet je koesteren die je hebt. En ja, natuurlijk, maar waarom moeten we ons zorgen maken dat eventueel die mensen hun baan zouden verliezen? Omdat, zoals gezegd, weer het beeld van de frietentent. Er zijn dus mensen werkzaam in een frietentent waarbij daarnaast nog andere activiteiten zijn. En het feit dat je die andere activiteiten gaat slopen van dag 1 op dag 2 kan ertoe leiden dat op een gegeven moment dan ook onbedoeld en ongewenst banen verdwijnen. Daar gaat het om. En, want het is nooit zwart-wit. Ja, als dat inderdaad van de een op de andere dag zou gaan, wel. Maar daar is geloof ik helemaal geen sprake van, toch? Nee, dat is net waar de heer Marquis over had, dat de Nederlandse regering wat uitstel wilde hebben. Een zekere tijd om weer dat helemaal maar te regelen en in een bepaald internationaal verband in te passen. Ik denk dat dat een taak is van de regering om niet op stel en sprong iets af te schaffen, maar dat ze dat zorgvuldig en met beleid moeten doen. En al die situaties die er zijn, daar kun je niet zwart-wit neerleggen. Het is ook zo, en dat is standaardbeleid van het Nederlandse ministerie van Financiën, als jij een lege huls bent in Nederland, he, dus niet eens, je hebt niet eens een frietentent, dan is het zeker zo dat een buitenland kan zeggen, wij erkennen die vennootschap niet voor doeleinden van belastingheffing. Dat is al opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Oké, misschien om af te ronden hoor. Kunnen jullie, want er komen dadelijk verkiezingen aan, over 10 weken is het zover, kunnen jullie in 1, nou vooruit, ik mats jullie 2 zinnen aangeven wat jullie gaan doen om, nou ja,
er is een hoop discussie over wat er niet, maar in ieder geval het oneerlijke deel van de belastingontwijking of ontduiking, dat maakt ons niks uit, om dat aan te pakken. In twee zinnen. Ja, dank u wel. Nou, ik heb dus in een resolutie van de Raad van Europa laten opnemen dat de Raad van Europa samen met de OESO een multilateraal verdrag moet ontwikkelen om vennootschappen in belastingparadijzen, waar geld wordt opgepot, dat ze die rechtstreeks moeten aanpakken, dat ze rechtstreeks moeten heffen van de inkomsten en van de vermogensbestanddelen van die vennootschappen. En ik nodig mijn eigen staatssecretaris van de VVD, Erik Wiebes, uit om die resolutie op te pakken en daar iets mee te doen, want het is een nieuwe stap om belastingparadijzen aan te pakken. Het moet niet meer mogelijk zijn om achter gesloten deuren geheime afspraken te maken. Brievenbusmaatschappijen moeten worden aangepakt. Wat heel belangrijk is, is dat wij ook gewoon weten, want dat, zover zijn we nog niet eens, dat we weten hoeveel belastingbedrijven nou eigenlijk in elk land betalen. Dat is ook iets waar Nederland helaas tegen zit te sputteren. We maken vooruitgang. Maar dat is heel erg belangrijk, want als het out in the open is, als het bekend is, dan zul je ook zien hoe die constructies lopen. En dan moeten we ze echt veel harder aanpakken, want we zijn echt nog maar aan het begin. Er is eigenlijk nauwelijks nog iets gebeurd op dit vlak. Nou, laten we hopen dat we met z'n allen paradijsvogels horen. Dank jullie wel voor jullie komst. Mart van der Ven, Arnold Nackies. Tijd voor het tweede optreden van ons, wel vaker samenspelend gelegenheidsduo. De een is altijd wel bezig met muziek in verschillende samenstellingen, als programmeur, als presentator of gewoon als muzikant. De andere is onder andere met de band In My Tree flink aan de weg aan timmeren. Hier zijn Bert-Jan en Henk. Just about a year ago, I set out on the road. Seeking my fame and fortune, looking for a pile of gold. Things got bad, things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in Lodi again, riding out on the Greyhound. I'll be walking out if I go. Just passing through, must be 7 months or more. Ran out of time and money, looks like my plans fell through. Oh Lord, stuck in Lodi again. The magazine said I was on my way, but somewhere I lost connection, rang out a song to play. Came into town for one night stand, looks like my plans fell through. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. If only I had a dollar for every song I sung. Every time I had to play what people said they're drunk. You know I'd catch the next train back to where I live. Oh Lord, stuck in Lodi again. Dank jullie wel, Bert-Jan en Henk. Al sinds 1987 is hij werkzaam bij het Brabants Dagblad. Een prestatie op zich. En in die hoedanigheid heeft hij zichzelf op de kaart gezet als een gedegen onderzoeksjournalist die de uitspraak "de pen is machtiger dan het zwaard" eer aan doet. Met gepaste trots kondigen wij aan onze gastcolumnist van vanmiddag, René van der Lee.
Hij moet altijd iets hoger bij mij. Goedemiddag. Hugo Borst, de hoofdgast van vanmiddag, daar zit hij. Die hing in een vorig leven iedere zondagavond de bedweter uit bij Studio Voetbal. Alle trainers gingen bij Hugo over de knie. Zelfs Bert van Marwijk, die als bondscoach van Oranje toch de WK-finale had gehaald. In het najaar van 2010 kreeg Hugo genoeg van zichzelf en stopte hij met het uitventen van zijn meninkjes op tv. Deze week kwam Hugo in het nieuws omdat hij de Machiavelli-prijs heeft gewonnen met zijn manifest over de ouderenzorg. Volgens de jury heeft hij in recordtempo de angel uit deze politiek beladen discussie gehaald. Alle partijen omhelzen zijn manifest. Van stokenbrand tot vredesduif. Hugo did it. Jaloersmakend natuurlijk. Daarom maak ik aan het begin van dit jaar een oefening in optimisme. Want ik kan hier wel weer een potje gaan zeuren over het lelijke V&D-pand of over de slechte prestaties van FC Os, maar dat kunnen jullie zelf allemaal veel beter. Na alle ellende van 2016 snakken we naar positief nieuws. Je voelt het gewoon. Het is de hoogste tijd dat ook Os wat complimenten krijgt. Laten we eens beginnen bij de FC Os. Daar loopt een jongen in de spits, Tom Boeren heet hij, die er voor de winterstop al 20 heeft ingejast. Topscorer van de Jupiler League. En dat bij FC Os. Ik durf wel te voorspellen dat Boeren over een jaar of wat samen met Vincent Janssen de voorhoede van het Nederlands elftal vormt. Dan hebben we dus twee Ossenaren als frontsoldaten van Oranje. Ik ga verder. De Miss Nederland van 2016, die komt uit Os. Rachella Reinders, een 24-jarige beauty with brains. Het is nog familie van mij ook. En de kenners zullen gezien hebben dat de gelijkenissen tussen Rachelle en mij treffend zijn. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat hier gelachen werd, oké? Okay. Springen we naar de politiek. De kans is levensgroot dat Os na de komende verkiezingen 3 Tweede Kamerleden telt. Henk van Gerven gaat stug door bij de SP. Lilian Marijnissen komt erbij. En René Peters wordt de surprise van het CDA. René is de laatste weken zoveel gaan wandelen dat al zijn kleren te groot zijn geworden. Het scheelt 4 gaatjes in zijn broekriem, vertelde hij aan mijn collega Paul Driessen. Helemaal klaar dus om flink te gaan bezuinigen, die René. Dan zit je geramd in Den Haag. 3 Kamerleden uit Os. Het gaat de stad ongetwijfeld veel moois opleveren. Het ziekenhuis komt terug. De lichtjes langs de weg van de toekomst gaan eindelijk eens branden. En de groene engel krijgt de sterrenkok. Let op. Laten we ook even naar het geestelijk domein kijken. Hier is het goede nieuws dat priester Cor Menne weg is. De beste haatprediker van Brabant heeft voorgoed de deur van de grote kerk achter zich dichtgetrokken en bovendien beloofd dat hij in Vlijmen gaat wonen. Sinds de uitvinding van de anticonceptiepil hebben de Osse katholieken niet meer zo goed nieuws gehad. In de categorie eten en drinken is er ook goed nieuws te melden. Os was natuurlijk al de vleeshoofdstad van Nederland, maar wethouder Frank den Brok voorspelt nu dat de stad binnenkort ook de bierhoofdstad van het land zal zijn. De Meifelbrouwerij uit Berchem, Wilskracht uit Ravenstein, ze slepen de ene naar de andere prijs in de wacht. Het is ongelooflijk hoe groot de vooruitgang hier is. Ergens in de jaren 90 interviewde ik Jo van Heeswijk, de legendarische uitbater van Café van Heeswijk, tegenover de Grote Kerk. Op mijn vraag of hij ook Belgisch bier op de tap had, antwoordde Jo, nee, daar lusten ze hier niet. Ik bedoel maar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nogal logisch dus dat Os groeit als kool. De grens van de 100.000 inwoners komt in zicht. De stad heeft een aantrekkingskracht als nooit tevoren. Alle sombere stukken over de status van Os, tussen servet en tafellaak, u kent dat gezever wel, die kunnen de prullenbak in. Ik zou nog lang kunnen doorgaan met het benoemen van alle goede dingen in Os. Maar ja, al die andere gasten moeten ook nog. Het doel heiligt de middelen. Dat is de bekendste uitspraak van Machiavelli. Ik hoop dat ik de stemming in Os wat heb kunnen verbeteren vanmiddag. En als ik volgend jaar niet de Os Promotionprijs krijg, dan weet ik nog maar 1 ding te verzinnen. Dan laat ik, net als Hugo Borst, zo'n lekkere knuffelbaard groeien. Dank u wel. Dankjewel René van der Lee. En ze staan alweer klaar voor een laatste optreden deze middag. Henk, Jan en Henk. Lord Almighty, feel my temperature rising. High and high.
it's burning through to my soul. Girl, 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 you're gonna set me on fire. My brain is flaming, I don't know which way to go. Cause your kisses led me higher, like the sweet song of the choir. And you light my morning sky with burning love. Ooh, 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 I feel my temperature rising. Help me, I'm flaming, must be 109. Burning, 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 nothing could cool me. I just turn into smoke, but I feel fine. Cause your kisses led me higher, like the sweetest song of the choir. And you light my morning sky with burning love. Closer, the flames are now licking my body. Won't you help me? I feel like I'm slipping away. It's hard to breathe, my chest is a heaving. Lord of mercy, burning a hole where I lay. Cause your kisses led me higher, like the sweet song of the choir. And you light my morning sky with burning love. Thank you. Thank you. En Bert-Jan. Samen lanceerden zij het manifest Scherp op Ouderenzorg, dat inmiddels al meer dan 100.000 keer werd ondertekend. In hun gezamenlijke missie om de ouderenzorg in verpleeghuizen te verbeteren, waren zij afgelopen weken in zo'n beetje elk tv-programma te zien en bezochten zij alle politieke partijen. Afgelopen woensdag werd bekend dat zij de Machiavelli-prijs hebben gewonnen dit jaar. Een prijs voor mensen die een meerwaarde geven aan de maatschappij. En vandaag zijn ze hier in Os. Dames en heren, maak uw applaus voor Hugo Borst en Karin Gamers. En Karin, welkom in Os. Fijn dat jullie op zondagmiddag hier naartoe wilden komen. De beste wensen natuurlijk ook nog voor jullie voor 2017. En meteen een dikke vette prijs. Jaar is net 8 dagen onderweg en jullie hebben al een prijs te pakken. Ja, jaren zijn wel eens beroerder begonnen hoor. Ja, ja. Ik was even nieuwsgierig. Hoe gaat nou zoiets? Word je dan gebeld? Of, Nou, dan krijg je een appje van Hugo, willen wij de Machiavelli-prijs? En dan app ik terug, wat is dat? En dan zeggen we daarna ja. Nee, dat is een beetje heel kort door de bocht. Maar ja, het wordt je verteld. En mijn eerste reactie eigenlijk was, hoezo dan? We hebben helemaal nog niks bereikt. Want resultaat is voor ons toch dat de ouderenzorg blijvend beter wordt. Dus ik vond het een beetje voorbarig. Maar toen zei ze, nee, wij kijken naar andere dingen. Nou, dank u wel dan maar. En hopen jullie misschien wel dat die prijs jullie iets brengt in jullie strijd? Daar gaan we natuurlijk zo uitgebreid over hebben. Oh, dat hoop ik niet. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dat soort dingen werkt altijd. Dus daarom zijn we er erg blij mee. Dat zeiden wij ook heel goed getimed. Want ja. Rond 4 januari zouden ze het bekendmaken. Wij wisten het half december. En op 8 februari word je nog eens helemaal in de watten gelegd met een prijsuitreiking waarvoor je van harte bent uitgenodigd. Het kwam goed uit, omdat Van Rijn gaat natuurlijk, niet deze maandag, maar die maandag erop, met nieuws komen. En ja, mocht dat niet naar onze zin zijn, wat ik me niet kan voorstellen, is de Machiavelli-prijs natuurlijk een steuntje in de rug. Ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Het begon allemaal met een manifest, hè? Scherp op Ouderenzorg. Voor de mensen die het nog niet hebben gelezen, kun je aangeven wat voor jou de 2-3 kernpunten uit jullie manifest zijn? Oeh,
Nou, het zijn er niet voor niks 10. En we waren al zo kernachtig, vonden wij zelf. Maar ja, waar het om gaat, is dat er in het systeem gewoon dingen fout zitten. Er moet een cultuuromslag komen waarbij we weggaan van... je bent pas goed als we het in cijfers kunnen uitdrukken en als je daarmee hoge scores haalt, naar je bent pas goed als de bewoners in het verpleeghuis er goed bij zitten. Want wat gaat er naar jullie idee nu te veel mis? Jullie hebben alle twee ervaring. Nou, wij zijn licht getraumatiseerd, omdat zowel Karins moeder als mijn moeder in Karins geval zat en mijn geval zit, want haar moeder is overleden, in de hofstee, Laurens. En wij hebben de glijdende schaal gezien en die ging loeihard. En dat is aangrijpend om te zien. Aangrijpend voor de ouderen natuurlijk, de kwetsbare ouderen. Maar ook, vooral, dat trekken wij ons zeer aan, voor de verzorgsters. Tussen haakjes man, vrouw. Mm-hmm. Maar doorgaans zijn het toch vrouwen. Ja. Nou ja, dat lot dat hebben wij ons zo aangetrokken. En het kwam ook allemaal wel samen. Ik ging met mijn boek op tour. Ik las voor uit Maan, dat deed ik in Alzheimercafés, dat doe ik nog steeds. En in bibliotheken, noem maar op. Ja, en daar kwamen er na afloop altijd meiden naar me toe. Die vertelden hoe slecht het was in hun instelling, in hun verpleeghuis. En nou ja, toen ben ik eens met Karin gaan praten. Wij hadden elkaar al eens ontmoet op hele boze avondjes, omdat wij het niet meer pikten met 100 andere mantelzorgers in de hofstee. En ik zeg, nou, het is toch wel ongelooflijk. Het is dieper geworteld dan ik vermoedde. En wat ons zo ontzettend opviel was de stugheid en het onbegrip van de leiding. Mm-hmm. Die meiden die eigenlijk wel assertief waren. En het zijn er niet zoveel, want doorgaans zijn de verzorgsters heel dienstbaar. En ach, die zeggen van ja, ik kan toch niet gaan staken. Ik bedoel, ik kan mijn mensen toch niet in de steek laten. Nou, dan had ik nog die mondige types. En die zeiden, ja, wij lopen echt stuk op het management en op raad van bestuur, directie. Nou ja, dat heeft iets in mij en ook in Karin losgemaakt. Zo van, nou ja, iemand moet het doen. Laat ik mijn grote brulboei maar eens opentrekken. En daarna heeft het een vaart gekregen die ik niet kon vermoeden. Nee. En dat denk ik voor Karin ook, hè? Want ja, Hugo, je op televisie verschijnen, op de radio verschijnen, ja, dat is jouw vak. Maar voor jou natuurlijk helemaal niet. Nee. Hoe ervaar je dit? Ja, ze begrijpt er ook niks van, want ze ging bij Max zitten, wat een heel gezellig programma is, om 5 uur. Dan ging ze ruzie zitten maken met iemand van Acties in 4 minuten. Ik heb het gezien, ja, dat deed ze uitstekend. Ja, vond ik ook. Ik was heel trots op haar, maar waren ze niet gewend in zo'n programma. Nee. Ja. Nee, en in die zin ben ik ook vrij, hoe noem je dat? Ik wil me niet conformeren. Ik blijf gewoon zeggen wat ik ervan vind. Ook al is ergens voor. Ook al is het Omroep Max. Want het is flauw om te zeggen dat het corvée is. Want het is heel leuk om hier te zijn en dit gesprek te mogen voeren. Maar al die tv, het is niet helemaal mijn ding, hoor. Maar wat Hugo zegt, het komt voor uit geschonden rechtvaardigheidsgevoel. Dit is gewoon zo verschrikkelijk onrechtvaardig. Net als het verhaal wat Michel de Winter net vertelde. Mm-hmm. Wat ik dan eigenlijk nog een veel grotere onrechtvaardigheid vind, in de zin van dat al zo lang duurt. Hoe kan het? Wij zijn met z'n allen een beschaafd land. En we zijn een van de rijkste landen van de wereld. Wat je daar ook van vindt en wat voor crisis er ook langskomt, we hebben het hier beter dan bijna wie dan ook ter wereld. En dan zouden wij niet voor de meest kwetsbare van onze samenleving kunnen zorgen. En het nare dan is dat dat altijd mensen zijn die niet voor zichzelf op kunnen komen, zoals mensen in ouderen in een verpleeghuis of jongeren die niet gehoord worden. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja, dan even naar de politiek, hè? Want jullie zijn met jullie manifest de boer opgegaan. Jullie zijn alle politieke partijen langs geweest. En eigenlijk, dat heb ik jullie op een aantal plekken al horen vertellen, jullie waren toch best wel verbaasd. Iedereen, van SP tot VVD en alles ertussenin, bleek het eigenlijk wel met elkaar eens. Dan is mijn vraag, ja, hoe kan het dan nu dat we staan waar we staan? Als dat zo is. Omdat je het op een paar puntjes op de uitvoering niet eens kan worden. En daar struikelt het iedere keer op. En daarvan zeggen wij van, ja, dames en heren, sorry. Dat doe je maar met alle andere onderwerpen in de Kamer, maar hier even niet. Oh. Dit is gewoon te belangrijk. En wat dat betreft, ja, dat is hier natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie in Os. Want
Of ik nou wel of geen SP'er ben, dat doet er niet toe. Maar de SP is waar het gaat om zorg altijd wel de natuurlijke bondgenoot gebleken. Jullie maakten je er al druk om, lang voordat wij dat deden. Karen, die paar puntjes hè, waar je het over hebt, is daar inzichtelijk welke puntjes daar zijn? Ja, dat kan ik je zo vertellen. Dat is de financiering- en bekostigingsstructuur. Meten is weten en het telt alleen maar als je het in cijfers kan uitdrukken. Dat is het grootste probleem. En wat wij eigenlijk vragen van politici en van organisaties, laat dat verantwoordingsmodel, wat zoveel tijd kost, wat zoveel geld kost, wat zo'n oerwoud aan protocollen, soms tegenstrijdige protocollen en regels heeft voortgebracht, laat dat voor wat het is en laten we nou gewoon met z'n allen vertrouwen op de deskundigheid en de betrokkenheid van medewerkers die dat doen. Want in 99 van de 100 gevallen gaat dat gewoon goed. En dan moet je een basismodel opzetten van hoe controleer je dat. Natuurlijk moeten sommige dingen gecontroleerd worden, maar niet zoals nu. Door het idee van marktwerking is de hele sector in een keurslijf genaaid waar je nu gewoon geen adem meer in kan halen. En misschien is een van die concrete punten ook wel de bezettingsnorm. Hè? Een norm voor voldoende personeel. Nou, laten we die er eens uitlichten. Want ja, ik weet van mijn werk bij de vakbond ook dat met name voor de zorgmedewerkers dat heel belangrijk is, voldoende collega's. Dus de vakbond heeft een jaar geleden ook een akkoord gesloten met Van Rijn, waarin stond dat die bezettingsnorm er zou komen. Nou, er is 2 jaar geleden natuurlijk al een motie aangenomen dat die bezettingsnorm er zou komen. En recent, complimenten en gefeliciteerd daarmee, is jullie manifest natuurlijk integraal door de Tweede Kamer overgenomen. Kortom, dat wordt binnen een dag of 14 geweldig nieuws. Kun jij ons dat beloven? Voer ik hier druk op? Nee, toch? Wat zeg je? Ik zei, kunt u dat beloven, meneer Borst? Want dat is natuurlijk wel, de vraag die iedereen bezighoudt. Hoe kan het dan dat het nog zo lang duurt? Want iedereen is toch erover eens dat dat er moet komen? Ik doe die belofte wel, want wij nemen niet met minder genoegen. Mooi. En het is die norm die wij in het manifest gesteld hebben, is een noodoplossing. Hè? Wij zeggen, die cultuurverandering die er moet gebeuren, dat gaat zoveel vragen van ons allemaal, ook in de verpleeghuizen en de zorgorganisaties. Dat kan je niet verwachten van als wij zeggen, wij beginnen daar op 1 januari mee, hup, klaar. Kijk, dus, ik snap het ook wel. Als je het gaat meten, hè, kijk, dat is het probleem eigenlijk. Het is nog altijd niet goed gemeten. Het is nog altijd niet goed gemonitord. Terecht, Karin heeft dat verzonnen. Ga nou gewoon eens een paar maanden op grote schaal observeren hoeveel zorg een bepaalde groep nodig heeft. En doe dat dan nou her en der in het land. En dan kun je na een half jaar kun je echt de balans opmaken. En dan kun je precies zeggen dat een groep met deze zorgzwaarte 1,8 personen voor de groep nodig heeft. Of 2,7. Want het verandert ook natuurlijk nog wel. Hè? Dus het is ook wel verdomd ingewikkeld. Ja. En daarom vinden wij ook dat die 2 op 8 is een noodmaatregel. Want dan zeggen jullie, hè, 2 zorgmedewerkers op een verpleeghuisgroep van 8 bewoners. Ja, nu voor de time being tot... Ja, wij willen dat in ieder geval als noodmaatregel. En wij vermoeden ook, en ja, ik geef mijn ogen de kost, wij hebben samen al heel veel verpleeghuizen gezocht, we hebben er heel veel gesproken. 2 op 8 is echt het minimum. Ja. En waarom zeggen we dat? Omdat wij weten dat er nu heel veel situaties zijn waarin je 1 op 8 staat. Of ik ken zelfs situaties waar 1 medewerker op 11 bewoners staat. Nou, als je dat in de kinderopvang zou doen, kon je tent direct sluiten. En wat dacht je van 's nachts in de Hofstee bijvoorbeeld, maar dat is in diverse huizen, ja, 2 of 3, ik ben er nog steeds niet uit, daar wordt een beetje onduidelijk over gedaan, op pakweg 164. Ja. Ja, jongens, dat kan toch niet? Dat is toch absurd? En dan doe ik voortdurend suggesties en dan zeg ik van, weet je wat? Neem nou stagiaires van de goede mbo-opleidingen of hbo-opleidingen en zet die nou 's nachts daar neer. Dat is een enorme goede werkervaring. En die kunnen dan, ook al zijn ze niet bevoegd, want ze zijn nog aan het leren, ze kunnen wel gaan kijken op de verdieping waar het misgaat. Want heel vaak wordt een bejaarde gevonden, een oudere gevonden, op de grond, als 's ochtends om 7 uur de eerste dagkrachten arriveren. Die doen de deur open en daar ligt iemand in een plas met bloed. En die zijn dan 3 uur niet gemonitord, omdat er gewoon 2 of 3
op 164 waren, ja. 's nachts. Ja. Ja, jongens, dat kan toch niet? Kijk, ongelukken gebeuren ook in een verpleeghuis. Net als bij jou thuis ongelukken kunnen gebeuren. En als je wat ouder wordt, wordt de kans op ongelukken helaas iets groter. Wij zeggen uit oogpunt van medemenselijkheid... het is ongewenst om mensen die daar last van hebben... van dwalen en valrisico... om die vast te binden in een rolstoel, om die vast te binden in een bed... of om die met medicatie zo duf mogelijk te houden. Nou, dat betekent dat die mensen zich vrij mogen rondbewegen. Dat is in principe beter voor hen. Dat is veel en veel beter voor hen. Alleen, als er dan onvoldoende bezetting is... wordt het risico verschrikkelijk veel hoger. Dus je moet mensen hebben om dat risico dan weer in te perken. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie vinden, want het kabinet heeft hier natuurlijk wel over nagedacht. Met name de laatste jaren zijn natuurlijk veel zorgmedewerkers met een wat lager opleidingsniveau. Die zijn ontslagen vanuit de gedachte van het kabinet. Ja, ja, zorg is fout. Dom. Ja, echt. Ja, sorry hoor. Kijk. Je bent de boodschapper, ik weet ja, het. Nee, ik niet ja. jouw mening, maar het is echt heel stom. Ja. Nee, maar het is evident. Ik heb inmiddels wel zoveel verzorgsters en verpleegsters gesproken, man, vrouw. Het is niet gezegd dat, we noemen dat een drietje of een viertje in opleiding, dat die beter is in menselijke zin dan een eentje of een tweetje. En ik heb verzorgsters gesproken die misschien zelfs moeite met... nou ja, schrijven van Nederlands hebben... maar die gewoon zo'n instinct hebben om met mensen om te gaan... Ja. dat je die mensen, die zijn goud voor de groep. Ik denk dat je het moet zien in de... Je moet het zien in de variatie. Ik denk dat het ideaal is om een eentje en een tweetje... naast een drietje, viertje te zetten voor de groep... want dan heb je alles gecoverd. Maar ja, het is een misverstand dat alleen hoger en hoger opleiden... Ik heb er niks op tegen. Maar dat dan alleen de oplossing is. Dat is echt een misverstand. Het is een iets te simpel gedacht. In al zijn onbenulligheid. De kwaliteit is niet goed. Dus zal het kwaliteitsniveau van de medewerkers wel te laag zijn. Dus moeten we hoger opgeleide mensen hebben. Nee, de kwaliteit is niet goed. Omdat wij de afgelopen 5 jaar stelselmatig de bezetting op die afdelingen hebben afgebroken. En daarom schiet de kwaliteit tekort. Dus je moet gewoon een mooie mix hebben van niveau 2, 3 en 4. Het zijn allemaal mensen die heel veel waarde hebben voor wat er gebeurt op de werkvloer. Absoluut. Eigenlijk is aandacht misschien nog wel belangrijker dan zorg. Ja, dat weet ik wel zeker. En dat is ook die verandering die we willen. Het moet om aandacht gaan. Ja. 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 Want natuurlijk, de bezetting is nu al te laag om de persoonlijke hygiëne en de allerbelangrijkste zorg te geven. En daarom is dat onderzoek ook zo belangrijk. Want als je nou kijkt, mensen die in een verpleeghuis bekend zijn, zoals Hugo en ik, dan weet je gewoon dat is maar een heel klein deel van de dag waar die dingen gebeuren. En de rest van de dag hebben mensen vooral aandacht nodig, begeleiding. Moeten gerustgesteld worden, even op weg geholpen worden. Dat is net zo belangrijk als al die andere dingen. Zijn er nou dingen, want jullie gaan alle tv-programma's af, jullie staan in alle kranten, jullie gaan de politiek... komen zelfs in Os. Ja, met plezier hoor. Daar begint de revolutie, hè, Hugo, dat weet ik. Weet ik. Het is net of ik hier ben aangeland. Ik hoop niet dat jullie het als een belediging, maar het is een soort anachronisme. Het is een soort tijdreis die ik maak. Ik waan me hier ook een beetje, niet alleen in 2017, maar ook in 1982. Oh. En ja, dat vind ik mooi. Ik vind het mooi. Karin zei het ook. Want? Slow politics. Hier wordt gewoon nog gepraat. Je neemt de tijd voor een onderwerp. Ja. Dat is geweldig. Heerlijk. Het engagement schat er vanaf. Ja. De tijd heeft een beetje stilgestaan. En jullie leven tegelijkertijd in 2017. Dat is gewoon een heel wonderlijke combinatie. Maar jullie lopen niet achter, hoor. Dat bedoelt hij niet. Fijn dat je zo iemand bij je hebt, Hugo. Ja, het komt altijd lulliger in mijn strot uit, maar ik bedoel het niet zo. Hij bedoelt het altijd goed. Ja, ja. Nou, wij bedoelen het ook goed. En dat is ook de achtergrond van mijn vraag. Want jullie gaan ook nog de politieke congressen af. Je bent er al bij een aantal geweest. Er zijn nog een aantal op de planning, geloof ik. Nou, het manifest is kamerbreed omarmd. Van Rijnraad met iets komen. Maar
wij, als wij wat willen doen, wat adviseer je ons? Wat kunnen wij doen? Nou, je kunt binnen de als je iemand kent die in een verpleeghuis werkt, familie woont of werkt, kun je die ondersteunen door luid en duidelijk te vertellen hoe erg het is en dat het beter moet. Je kunt binnen de gemeentepolitiek kun je heel veel doen, niet zozeer voor de verpleeghuizen, maar wel waar het gaat om de WMO, want daar zijn wij officieel niet van, want daar gaat het manifest ook niet over. Maar wat daar het laatste jaar gebeurd is, is natuurlijk echt in sommige gemeenten een verschrikking. Ook daar heeft een kaalslag plaatsgevonden en niet alleen op punt van ouderenzorg, maar ook op punt van jeugdzorg, waar Misha de Winter het net over had. De zorg van nu om jongeren, die is misschien wel veel meer op het terrein van de WMO dan binnen, hoe noem je dat, intramuraal, als je opgenomen bent. Dus je kunt heel veel doen vanuit je eigen omgeving. En ik denk, als je zelf naar congressen gaat, als je politici kent, bestook ze gewoon, bestook ze enorm, ondersteunend het manifest, punt 1. Dat helpt enorm, hebben wij gemerkt, dat je zo ontzettend veel steun hebt. Dan word je ineens veel serieuzer genomen. En ja, ik heb zelf ook al zitten denken, op wie moet ik nou straks stemmen? Want dat ga ik niet vertellen, want wij zijn politiek neutraal. Maar ik vind het een groot probleem. Ik dacht, nou, misschien moet ik gewoon gaan stemmen op degene op de lijst die de woordvoerder zorg is. En die het goed heeft gedaan het afgelopen jaar. Als wij dat met een heleboel mensen doen, maakt niet uit welke partij het is. Mm. Of het nou VVD, CDA, SP, maakt me allemaal helemaal niet uit, PvdA. Maar stem op de woordvoerder zorg. Als je dat met 10 of 20.000 doet per partij, dan denken ze bij zo'n partij ook, waarom heeft die nou zoveel voorkeurstemmen? En dan kunnen wij dat ze wel even uitleggen. Dus bijvoorbeeld zoiets kan ook. Ik heb... We gaan richting afsluiting. Ik heb één vraag aan jullie. Hè. Ik zit hier nou te luisteren aan jullie. Ja, Lilian kent jullie natuurlijk al wel langer. En ik heb jullie ook wel gezien en gevolgd. Wat mij zo opvalt is natuurlijk, jullie hebben een genuanceerd verhaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie af en toe helemaal gek zijn geworden van frustratie. Wat denk jij? Maar... Tuurlijk. Alleen met frustratie alleen kom je er niet. Weet je, frustratie is een emotie. En die mag er best zijn. Maar wij kunnen enorm tegen het bestel gaan aanschoppen. En zeggen we, ja, deugt niet, deugt niet, deugt niet. Ja, gaat er dan wat veranderen? Nee, ik vind het veel beter om gewoon met z'n allen in gesprek te gaan. Van dit is gewoon een weeffout in onze samenleving op dit moment. En daar moeten we dus met z'n allen wat aan doen. Het is niet één partij of één staatssecretaris die daar wat aan moet doen. Wij moeten dit gewoon met z'n allen doen. En wat we ook wel goed willen daar laten doorklinken, dat is dat... Kijk, wij denken dat het 1/3, 1/3, 1/3 is. 1/3... goede, uitstekende zorginstellingen, schuine streep, verpleeghuizen. En 1/3 dramatisch, slecht, noem maar op. Nou, wat wij merken is dat die slechte, die worden geleid door slechte bestuurders. Doorgaans, als je slechte bestuurders hebt, arrogante bestuurders, mensen die niet willen luisteren naar de mensen op de vloer, dan gaat het daar fout. Dus wij blijven voortdurend die boodschap ook benadrukken van zorg nou voor een cultuuromslag. En als de hele politiek, die ons breed heeft omarmd, dat ook wel inziet. En de VVD is ook wel genegen dat in te zien, want Stuart Potters is hartstikke goed bezig. Als die bestuurders veranderen, als die slechte eruit gefilterd worden, en daar komen goede voor in de plaats, dan denk ik dat we niet alleen op korte termijn succes boeken, maar ook op de langere termijn. Een cultuuromslag, want als je een CEO bent in de zorg, ja, dat is toch even iets anders dan dat je je met onroerend goed bezighoudt. Het gaat erom dat je om mensen geeft. En die mensen zijn kwetsbaar. En het gaat ook om de mensen die op de vloer staan, die precies weten hoe je een woongroep moet leiden. Daar moet naar geluisterd worden. Dus de macht moet naar de werkvloer, gechargeerd gezegd. En in de leiding moet een cultuuromslag plaatsvinden. En dan op de lange termijn gaan we echt de vruchten daarvan plukken. Daar zijn wij van overtuigd. Er zijn bestuurders die het gewoon hartstikke goed doen. Er zijn instellingen Zeker. Waar het hartstikke goed gaat. En die moeten we eigenlijk met z'n allen op het schild hijsen. Want je hoort natuurlijk altijd de nare verhalen, maar er zijn ook heel veel mooie verhalen. En die moeten de nadruk krijgen. Want dit is het voorbeeld. Mensen, zo moeten we het doen.
Ja, want er is natuurlijk ook kritiek gekomen op jullie manifest op een gegeven moment vanuit een aantal zorgbestuurders. Ik zag laatst iets van Jeroen van der Oever bijvoorbeeld. Ja, die hebben we gesloopt in Rotterdam bij een of ander congres. Okay. Dit meent hij wel. Ja, dit meen ik zeker. Ik heb nog nooit zo'n oelewapper meegemaakt. Even voor de hij gelooft het echt, hè? Hij gelooft echt dat de mantelzorgers het moeten gaan doen. Ja, even voor de mensen die niet. Jeroen van der Oever is een van de zorgbestuurders in Nederland. Die nou, een grote, grootschalige zorginstelling runt meer in het westen van het land. Maar die daarnaast inderdaad ook in het vastgoed zit. En nou, ja, zijn tent heeft opgesplitst in een aantal BV's, zoals dat dan tegenwoordig. Ja, de eerste BV is al failliet gegaan. Waardoor jeugdzorg, een aantal jongeren. Geen zorg. Hij zegt van je kunt met een minimale bezetting toe en dan vindt hij 1 op 8 al veel. Als mantelzorgers de rest doen. En hij zegt, hij wil, het mag niet in Nederland, maar hij zou eigenlijk het liefst mantelzorgers van mensen die in zijn verpleeginstellingen wonen, verplichten om 1 uur per week mantelzorg te leveren aan de binnen de organisatie. Want je doet het ook allemaal in de voetbalkantine en op de tennisbaan. Alsof het geen vak is, hè? Ja. Om met kwetsbare ouderen om te gaan. Het is een vak. Hoe ik met mijn moeder om moest gaan, wat bij tijd en wijle echt heel erg moeilijk is, dat heb ik alleen vol kunnen houden omdat ik van hen leerde hoe het moest. En punt 2, dat 4 uur per week, ja, en al die andere uren dan. Ik vind het is een vrij onrealistisch idee. Natuurlijk is het goed als mantelzorgers meehelpen. Laten we dat voorop stellen. Natuurlijk is het goed als je als familielid betrokken bent en als je meehelpt. Het is goed voor de bewoners, goed voor je contact met de medewerkers. Het is ook goed voor jezelf. Maar het kan nooit zo zijn dat dat de redding moet zijn van de sector. Het is ook een belediging voor mantelzorgers, want je hoeft de kranten maar op te slaan. En je ziet dat die ook met burn-outs te maken hebben en over de clean worden gejaagd. Want het is soms gewoon rete zwaar als je voor je partner of voor je vader of moeder moet zorgen. En je hebt ook nog een eigen baan, je hebt ook nog een eigen leven en noem maar op. Dus het is idioot om dat voor te stellen. Ja, mijn moeder woonde. Wij hoeven maar een kwartier te rijden om bij onze moeder te zijn. Mijn zus ook. Stel, ik had in Os gewoond en ze had in hetzelfde huis gezeten. Dan ga je niet even, als je hoort van het gaat vandaag niet helemaal lekker met haar, ga je niet even heen en weer om er wat extra aandacht te rijden. Terwijl ik vaak, toen kwam ik uit Rotterdam terug, nam even 2 afslagen eerder dan die ik moest hebben. Soms een kwartiertje, soms een half uur, soms een uur. Dan kan je mantelzorg doen. Nou ja, dat soort CEO's, die gaan er vanzelf wel uit. Die maken zich onmogelijk. Die man maakte zich onsterfelijk. Dan mogen we jou bellen en dan los jij dat op. Nou, er zat gelukkig in de zaal zat iemand van Leefbaar Rotterdam, die refereerde even aan zijn salaris. Nou ja, toen waren we meteen klaar met de discussie. Okay. Ja. Misschien. misschien tot slot. Jullie zeiden net ook al even, het is niet altijd leuk. Het is af en toe frustrerend om strijd te moeten leveren. Maar ook met dementerende ouderen. Nou ja, jouw laatste column Ma was geloof ik Ma is boos. Nou, dat was ook een stuk. Ja, het is soms ook best wel moeilijk. Hoe denken jullie het vol te houden? Hoe? Nou, het geeft mij enorm veel energie. Ja. Ik heb in 2010 tegen een burn-out gezeten. En dat had toch te maken met het feit dat ik mijn werk niet meer leuk vond. Al gerefereerd door de hele grappige columnist van Brabants Dagblad. Ik vond mijn werk niet meer leuk. En ik denk dat als je niet de motivatie hebt in je werk, dat je er geen energie meer van krijgt, dan moet je gewoon ermee stoppen. En wat ik nu merk, is dat wij allebei enorm veel energie krijgen. We zijn ook heel vaak moe, hoor, want we hebben er een baan bij gekregen. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik zat hier op een receptie. Maakt niet uit, als je naar Os gaat, dan krijg je een gratis verjongingscursus, want je gaat naar 82. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Maar, zegt, je krijgt er energie van. Ja. We kunnen heel goed samenwerken. En aan de andere kant, ik kom op plekken waar ik anders nooit gekomen zou zijn. Dat is natuurlijk ook wel leuk dat er gebeld wordt door de premier van, komen jullie op de thee? Nou, graag. Ja, weet je, wanneer maak je dat nou mee? Kom op. Bastonjekoek, hè, Bastonjekoeken. Oh ja? Als je ze niet opeet, dan begrijpt hij dat gewoon niet. Oh. Ja, hij vindt het niet erg, want dan kan hij ze zelf opeten. Nou, zo horen we nog eens wat, hè. Het is toch een oude snoeperd. Ja. Nou, oké. Hugo en Karen, mogen wij jullie ontzettend danken voor jullie komst. En wij hebben natuurlijk nagedacht over, wat gaan we jullie geven? Want, zout. Ja, zout. Zout. Sowieso. Die krijgen jullie dadelijk zeker van Marianne. Ja, yes. Ja. Dankjewel. In groot formaat. In bonusformaat. Dus dat jullie nog maar vaker aan ons en ons mogen terugdenken.
Maar we hebben ook nagedacht over, want we hopen, ondanks dat jullie af en toe moe zijn, dat jullie wel doorgaan met strijden. Ja, ja, en we absoluut. Hebben ontzettend veel waardering voor jullie strijd. Nou, volgende week gaat Van Rijn inderdaad met iets komen. We gaan er natuurlijk allemaal vanuit dat de revolutie inderdaad vandaag begon in Os. En dat er iets heel moois gaat komen. Maar, en dan duik ik even onder tafel. We hebben toch nog wel even nagedacht over wat gaan jullie dan wel geven. En dat zijn deze geworden. Twee hele heftige, stoere bokshandschoenen. Vanuit de gedachte dat ja, een linkse directe in je achterzak, mocht het toevallig toch nog nodig zijn, dat iemand zich niet aan een toezegging houdt, dan hopen wij dat jullie doorgaan met de strijd. En dat de ouderenzorg echt gaat verbeteren. Leuk je eruit. Zeer attent. Dankjewel. En bedankt voor de gastvrijheid. Heel veel dank. Heel erg bedankt. Leuk. En zoals altijd staan ze alweer klaar. Op tekst van Johan Berendsen. Begeleid door Leon Hoeksje. Zie je Willeke met het Zout Slotlied. Een paradijs, u wordt verwend. U hoeft hier niet bij te dragen, minder nog dan 2%. Ik bestel een frietje moeilijk, neem dan ook iets extra's mee. Ik wil ook een geldpakketje, met dank aan de VVD. De Stones, die wil ik niet verjagen. De frietentent van hun is top. Zijn dankzij ons paradijs onvervalste nederpop. Want het is allemaal zout, je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten, bidoua, 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 bidouidouidouidam. Misha gaat het onderzoeken, wil nu weten hoe het zit. Werden kinderen mishandeld? Kwamen nog meer in de shit? Dacht dat dit hier niet gebeurde, hoopte op een incident. Veiligheid, dat staat voorop. Binnenste, buiten, moet die tent. Misha gaat nu aan het graven, hij legt straks de boel wel bloot. De winter geeft vast een signaal af. Niks oranje, code rood. Want het is allemaal zout, je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten, bidoua, bidoua, bidoua. Politiek kon niet verbinden, gingen voor eigen gelijk. Men wees steeds weer naar de ander, dat is toch meestal de praktijk. Hugo Borst en Karen Gamers gingen samen zij aan zij. Depolitiseerde zorg, 10 punten voor de maatschappij. Tot nu toe streden zij met reden, het manifest raakte een snaar. Maar leidt dit niet tot resultaat, dan code rood en dreigt gevaar. Want het is allemaal zout, je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten, bidoua, 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 bidoui, doui, doui. Thank you.
gaan. Het Zout is erop. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berendsen, Jurgen Pichmans en ons nieuwe redactielid Renier van de Giessen. Productie Jules Ieding, Jan Ulijn en René van der Lee waren onze columnisten. De tekst van het Zout is van Johan Berendsen, werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Leon Hoeks. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Bert-Jan Kuipers en Henk Sterke. De organisatie deden Paul Peters, Jan van Doelen, Sjaak Bloks en Willy Bloks. De techniek was in handen van Han Pannenkoek, Thomas van der Pol en Ramon van der Veer. De foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Die foto's kunt u zien op onze website www.fotocafé.zout.nl. Deze website wordt beheerd door Jaap van der Doelen. Zout is een initiatief van Jules Ieding en wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling Os en cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactie presentatie Lilian Marijnissen en Stijn Steenbakkers. Wij danken onze gasten Micha de Winter, Mart van der Ven, Arnold Merkies, Hugo Borst en Karin Gamers voor hun komst naar Zout. We danken Lilian voor haar grote bijdrage aan deze Zout. En graag zien we u allemaal weer terug op zondag 12 februari voor een Zout die in het teken zal staan van film en het Witte Doek met onder andere Frank Lammers en André van Duren. Dank u wel.